De stad is met verbeeldingskracht onttrokken aan het moeras. Eeuwenlang was het een centrum van religie, kunst en wetenschap. Om de belangrijkste stad te blijven, werden er zelfs plannen gemaakt voor een verbinding met zee. Maar alleen kunstenaars konden die droom verwezenlijken. You say the train moves, and not the station. Ik ben een tekenaar en vanuit het tekenen er komen steeds meer, ben ik dat gebied van het tekenen aan het oprekken. Waardoor er, dat groeit vanzelf. Dat je vanuit het tekenen wil je die wereld die ik al getekend had, wil je een keer in. En dan ga je een film verzinnen omdat je het wil realiseren. En dan komt er geluid bij en dan krijg je een tentoonstelling en dan komt er architectuur bij. En zo breidt het zich steeds verder uit natuurlijk. Maar alles is gebaseerd eigenlijk vanuit het tekenen. Het tekenen is mijn contact met mezelf. Als ik zo'n tekening van die boekenkasten, van het grote geheugen, dan heb ik wel een soort startpunt. Maar in die tekeningen zelf gebeuren, gaat heel intuïtief, groeit gewoon verder. Verder gaat, zit iets heel organisch in, maar er is wel een basisidee waar je vanuit gaat. En daar horen woorden en ideeën en horen daarbij en waar het over gaat. Maar anders dan, je moet wel richting geven, anders wordt niks. Maar toch is het op een gegeven moment genoeg. Het moet niet helemaal af zijn, want dan is het helemaal, dan is er geen ruimte meer voor je eigen gedachten volgens mij. Dus ik heb heel bewust ook geprobeerd om dingen onaf te laten en om heel veel verschillende stukken in de tekening te zetten met een verschillend handschrift. Dus sommige zijn heel, hoe zou ik het zeggen, organisch. En andere stukken zijn eigenlijk heel cool. Gewoon lijnen of kasten, recht, gewoon met liniaal gemaakt. Dit is de meest, die moet daar. Oké. Mooi licht heb je, hè? Hier, ja, geweldig, hè? Dat helpt heel erg voor die tekeningen. Maar haalt het wit ook heel erg naar voren. Echt supergoed licht. Wauw. Leuk, hè, om het hier te zien. Ja. Ik moet zeggen, ik kijk ook altijd graag zo. Daar kijk je echt en ga je erin. En hier zit er meer bijna tastbaar iets in. Ja, je komt er wat dichterbij. Ja. Mm-hmm.
Het is gewoon een samenvatting van alles wat ik onderweg gewoon eigenlijk tegenkom. Het is heel erg gebouwd, maar het is ook heel erg mentaal. Het is heel erg realistisch, dus aanhalingstekens, maar het is ook heel fantasierijk. Dus het speelt steeds met echt en onecht, of mentaal of fysiek, of binnen en buiten. En eigenlijk zoek je steeds de grensgebieden van die werelden op, omdat ik dat een interessant gebied vind. Hè? Zomaar zeg maar, je komt uit een droom, je wordt net wakker en de dag begint. Dat is altijd een prachtig, die overgang vind ik altijd een prachtig moment waar je nou zo tussen de ene wereld en de andere wereld in zit. En misschien dat ik in mijn tekeningen dat gebied het meest onderzoek, zeg maar. En ook de ruimtelijkheid die je bijvoorbeeld kan ervaren in een droom. Ik weet niet hoe jouw dromen zijn, maar ik kan wel eens in dromen, dan heb je een ruimte om je heen, die is echt ongelooflijk. Of je kan je ook in een nachtmerrieachtige situatie heel erg bekneld voelen. Dat soort ruimtelijke ervaringen, die je ook in het gewone leven hebt, maar die probeer ik ook te vangen. Je nodigt de toeschouwer uit om naar binnen te gaan steeds. Hè? Dat is wel wat, daarvoor gebruik ik het perspectief. De perspectief is voor mij niet een trucje, maar het is de uitnodiging van kijk, hier is een ruimte, kom maar naar binnen en dan kan je hier zijn, zeg maar. Ik ben al heel lang met het grote geheugen bezig als thema. En dit heb ik het grote geheugen 10 of X genoemd. Maar daar lopen dus tekeningen aan vooraf waarin elementen uit deze tekening al eerder gebruikt. Dus het is ook iets wat zich heeft opgebouwd. Een thema wat blijkbaar zo belangrijk is dat je erop terug wil komen. En het gaat eigenlijk allemaal ook over mij. Hè? Niet in letterlijke zin, maar het is een... Er zitten elementen in dat ik denk, nou, het zegt iets over mijn leven. Niet misschien dat ik het precies zou kunnen uitleggen hoe en wat, maar wel het grote geheugen. Hoe werkt de herinnering? Het is moeilijk om dat te formuleren. Het grote geheugen is natuurlijk niet alleen mijn geheugen, want het meeste van mijn leven ben ik gewoon vergeten, zeg maar. En dit is een soort systeem wat het bijna wil vastpakken. Maar uiteindelijk is het systeem bijna leeg. Want er staan rekken, of er staan kasten, of er staan steden, of er staan gebouwen. Maar eigenlijk heerst er een enorme leegte in het gebeuren.
Ik kom heel erg uit de droomwereld en uit de fantasieën. En langzamerhand komt de werkelijkheid steeds meer in het werk. Dit werk is gewoon op een foto gebaseerd. Dus dit is een foto van een executiekamer in Texas. In dit geval eigenlijk niet veel meer gedaan dan dat ik het dat ik getekend heb wat op de foto stond. En verder heb ik er niks aan toegevoegd. In de zwarte kamer geeft het gevoel van je kan er eigenlijk niet echt in. Het grafiet spiegelt jezelf eigenlijk weer terug. Dus je wil er eigenlijk in doordringen en je krijgt eigenlijk je eigen spiegelbeeld door het licht wat erop valt, het zilver wat erin zit, krijg je weer terug. Dus ik ben de grenzen van het teken aan het verleggen. Tenminste, dat probeer ik. Ik bedoel, het gaat, dat gaat redelijk natuurlijk en intuïtief. Ik wil ook ruimte voor de beschouwer maken, dat de beschouwer zelf kan. Zijn avontuur of zijn belevenis heeft in de tekening of in de film.